van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel heb ik alweer een shoplog voor jullie. Namelijk van de Primark. Het is niet ontzettend veel. Dat zeg ik maar gewoon alvast. Normaal koop ik altijd veel meer. Maar nu was ik met Thijs, met mijn vriend. Dus ja, hè, dan kun je niet zo langdradig zijn als een vrouw. Maar alsnog heb ik echt een paar hele leuke dingetjes gekocht. Dus die wil ik graag met jullie delen. En ik heb nog 3 dingetjes. Of 4 dingetjes van de kruidvat die ik ook even meteen erbij gooi. Maar die komen dan aan het eind. Want ik weet dat jullie de Primark meestal leuker vinden. Trouwens, ik heb echt nog geen uur geleden echt een mega bestelling gedaan op ASOS. Dus binnenkort komt daar ook een video van online. Als eerste kocht ik 2 ringensets die in de sale waren. Namelijk omdat er een paar missen. Maar die eraan zitten vind ik echt super tof. En allebei de pakjes waren dus nu 50 cent. Dus voor 50 cent kreeg ik 1 pakje van 3 ringen en 1 pakje van 2 ringen. Dus 1 euro voor 5 ringen. Dat is gewoon niet duur. Dus ik kon het niet laten liggen. Ik vind het echt super tof. Vooral voor 1 euro samen heb je echt super leuke ringetjes. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Vooral de 2 stenen ringen natuurlijk ben ik echt ontzettend blij mee. Want iedereen weet, ik hou van stenen. Dan kocht ik een pak sokken, want ik heb serieus nooit sokken. Ik vind het ook gewoon saai om te kopen. Maar deze waren nu 2 voor 1 euro, dus ik had zoiets, nou neem ik ze maar meteen mee. En ze zijn heel simpel, eentje met polkadots en eentje met streepjes en gewoon zwart-wit. Lekker makkelijk, dus ik heb weer sokken, dus dat is ook handig. Dan bij het sale gedeelte vond ik ook deze choker en ik ben echt verliefd op deze choker. Ik heb iets vergelijkbaars, maar laten we eerlijk zijn, ik heb gewoon veel te veel chokers. Maar hij was nu van 4 euro naar 2 en daarvoor kon ik hem gewoon niet laten liggen. Het is een velvet zwart koord en aan de voorkant zit zo'n, ja, het lijkt een beetje op een bloem in strassteentjes. En ik vind hem gewoon echt super super mooi. Dus deze ga ik waarschijnlijk veel dragen. Dan nam ik weer een hele hoop wimpers mee, want ik ben echt dol op de nepwimpers van de Primark. En de laatste tijd gebruik ik ze heel erg vaak voor video's. Toevallig heb ik nu niks op, maar dat komt omdat ik zo doorga naar werk. Maar eigenlijk altijd met filmen draag ik nepwimpers. Want ik vind dat gewoon mooier. En op de camera komt het nooit echt te extreem over. Op een of andere manier. Ik vind het altijd wel kunnen. Dus ik heb weer mijn favorieten van de Primark meegenomen. Als eerste nam ik weer de Eye Envy wimpers mee. En hier was ik zo blij dat ik ze weer zag liggen. Want ze waren er een hele tijd niet in Arnhem. Maar nu weer wel. Dus ik heb ze meteen meegenomen in Diva 02. Dat zijn mijn favoriete wimpers van deze lijn. Dan ook van de PS Love lijn nam ik mijn 2 favorieten daarvan mee. Ik hou van de Natural Lashes, maar die heb ik gewoon nog. Dus, maar Intense en Sultry vind ik ook echt pretty, pretty, pretty voor filmen. En het fijne aan al deze wimpers is ook nog dat je de lijn bij krijgt. Die gewoon goed werkt. Echt waar. Deze wimpers kunnen echt de hele dag op de lijm die je erbij krijgt blijven zitten. Dus dat is ook handig om te weten. Mocht je ze nog nooit gehad hebben. En dan naar de laatste 2 exciting dingen. Als eerste dit. Ja, wat is het? Het is een decorstukje. Je kunt het aan de muur hangen. Je kunt het gewoon neerzetten. Ik ben natuurlijk van plan om het ergens in mijn achtergrond te krijgen. Want ja, ik ben gewoon een beetje klaar met deze achtergrond. Ik heb het nou al te lang in deze koperige kleuren, hoewel ik er nog steeds van hou. Maar het warme weer komt er weer aan. Ik weet het, het lijkt nog zo ver weg. Maar ik wil in ieder geval een beetje de lentekleuren erin krijgen en wat vrolijker en frisser. In plaats van het hele naturelle winterachtige herfstige thema. Maar toen ik dus dit lijstje zag met de mintblauwe kleur en de vrolijke camera erop en toen de tekst Capture Life. Nou, dat past natuurlijk helemaal bij mij, want ik hou heel erg van filmen. Dus ja, ik vond hem gewoon super tof. Hij is leuk voor in mijn achtergrond, maar ik zou hem zo uit mijn achtergrond kunnen halen en in mijn kamer hangen. Dus ik vind hem echt heel erg leuk. En deze was 3 euro. En dan zeker weten mijn favoriete aankoop van de Primark. Ik heb hem nog niet opengemaakt sinds dat ik hem heb meegenomen. Dus ik hoop dat hij nog heel is. Want heel veel waren er kapot in de winkel. Daarom had ik ook gevraagd of het meisje het wel inpakken. En dat is... Oh, hij is nog heel... Oh, dit hertje. Hoe awesome. Even serieus, laten we even stilstaan. Hoe awesome is dit hertje? Dit vond ik zo echt iets wat je in de Zara home gedeeld kan vinden. It's so pretty. Maar de Primark wist dat ook wel, want ze vroegen er 7 euro voor. Wat ik echt... 7 euro Primark, serieus. Het is echt boven jullie budget. Maar ik vond hem zo leuk dat ik hem gewoon niet kon laten staan. Vooral ook omdat er al een paar kapot waren. Dus ik had zoiets van, ja, er zijn er nog maar een paar heel... En misschien de volgende keer als ik ga, zijn ze niet meer. En dan zou ik mezelf echt eeuwig voor mijn hoofd slaan. Ik ben dol op hertjes. Ik heb er nu ook eentje in mijn beeld staan. Maar ik dacht, ja, dit is natuurlijk gewoon heel
nieuw niveau. Dit is zo leuk. Er zitten bloemetjes op. Dit is gewoon Pinterest in een object. Het is geweldig. Dan heb ik 3 dingetjes van de Kruidvat die ik even wil delen. Want daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Als eerste heb ik een lipstift van L'Oreal. En ik ben dol op de Kate Moss rimmellijn. Op MAC lippenstiften en op de L'Oreal Paris lippenstiften. Dat zijn echt mijn 3 favorieten. Deze zijn redelijk aan de prijs. Zijn 15 euro per stuk. Maar nu was er zo'n actie dat je tweede half prijs kreeg. Bla bla bla. Heb ik ook foundation gehaald. Maar die ga ik niet benoemen in deze video. Anders wordt het veel te lang. Maar in ieder geval, nieuwe lippenstift. Hij is zo ontzettend mooi. Ik heb hem nu op mijn lippen. Het is echt een My Lips But Better kleurtje. Hij is heel erg subtiel. Maar ik vind hem zelf echt geweldig voor werk of whatever. Dat ik toch iets moois op mijn lippen heb. Maar niet te, zeg maar. Dit is de kleur 236 Organza. En wat hij heel mooi heeft is een glans. Ik ben heel erg van de matte lippenstift de laatste tijd. Maar deze glans echt. Oh, oh, en hij voelt zo fijn op de lippen. Dus ik ben hier helemaal verliefd op. Dit wordt echt mijn nieuwe favoriete lippenstift om elke dag te dragen waarschijnlijk. Ook nam ik de Brow Drama Dark Brown mee. En volgens mij heb ik hier bijna nooit over gepraat. Ik weet niet waarom, want ik heb het nu denk ik al een jaar dat ik het elke dag gebruik voor mijn wenkbrauwen. En een jaar lang heb ik dus ook dezelfde gebruikt. Terwijl die eigenlijk maar 6 maanden na openen mag gebruiken. Maar ik had zoiets, ja, het zijn mijn wenkbrauwen, het zit niet bij mijn ogen of zo. En het werkte nog prima, dus ik vond het niet zo heel erg. Maar hij was toch wel echt nu aan vervanging toe. Maar dit gaat zo lang mee, jongens. En het kost 9 euro. Het werkt perfect. Het is dus gewoon een brow gel. Ik zal het even aan jullie laten zien. Er zit zo'n rond borsteltje aan het uiteinde. En daar doe je dus je wenkbrauw mee op zijn plek. Echt, oh, ze hebben het in allemaal verschillende kleuren. Het is volgens mij de donkerste die ze doen. En ja, love it. En als laatste dacht ik, ik neem weer eens een nieuwe mascara mee. En dat is de Essence Plump No Clump mascara. En ik was wel eventjes, als ik eerlijk ben, geïntimideerd door de borstel. Want die is echt mega, mega groot. Maar voor mijn bovenste wimpers werkt die heel erg fijn. En ik vind hem heel erg fijn in gebruik. Dus ik ben hier heel erg over te spreken. Deze was 2,90 volgens mij. En ja, je moet hem alleen niet voor je onderste wimpers gaan gebruiken. Want daar is de borstel gewoon veel te lomp voor. Als je het kan, chapeau. Want ik ga er niet aan beginnen. Ik wil het niet eens proberen. Want ik ben gewoon bang dat ik mijn hele make-up verpest als ik daaraan ga beginnen. Nou, dat is alles wat ik heb gekocht. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren, dat is hier beneden. Is maar 1 druk op de knop. Het is helemaal gratis. En het blijft gewoon de hoogte wat ik hier zo dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doei!